Oh ja, mensen, als jullie weten wie 2020 gaat overnemen, comment het. Want soms komen tussen mensen denken van, hé, hey, dit is waar, ja. Deze persoon. Laat het weten. Wie gaat 2020 echt beneden. Ik hoop dat er nog meer dames opstaan. Ja man, check ze op niks, ik blijf het zeggen. Nou, maar shout-out naar Delisa. Shout-out naar La Fils. Ik weet niet of het zo uitspreekt, man. Maar maakt niet uit. Shout-out naar jullie. Ik weet niet welke chicks er nog meer. Ik ben het kwijt. Tussen twee brede guys. Ja. We wilden nog wat zeggen eigenlijk. Was nog net. Ja, we vinden het toch wel belangrijk om deze topic, om wat aandacht eraan te besteden. En dat is ook de reden dat we Yuki bij ons hebben uitgenodigd. Yuki, de meest gehate, de welbevangen. Ja, Yuki, tof dat je er in ieder geval gewoon bent. We hebben je ook uitgenodigd om jouw kant van het verhaal te vertellen. Wat je al deels een beetje hebt gedaan op sociale media. Vandaag kunnen we echt er wat dieper op ingaan. Ja. Ik denk dat de meeste mensen jou kennen als host van Convo, talkshow. Mm-hmm. Voor de mensen die Convo niet kennen, wat is dat precies? Het is een talkshow, podcast waar we het gewoon voornamelijk hebben over muziek, maar ook gewoon over de culture. Dus we hebben ook gewoon designers die we uitnodigen. We hebben management die we uitnodigen. En we gaan beginnen met ondernemers en zo. Maar voornamelijk ook muziek. Dus bijna alle artiesten zijn wel langsgekomen. Uit de urban scene? Ja, uit de urban scene. Ja. Maar behalve weinig, hè? Ja, maar het komt. Je kan niet meteen de bommen gooien. Je moet de bommen sparen. Ja, want tijdens het laatste interview met Jack kwam het onderwerp vrouwen naar boven. Mm-hmm. Leg even uit. Hoe is dat? Oké, laten we dit uitleggen voor iedereen. Oké, luister. We hadden het over welke upcoming urban vrouwelijke artiest, zeg maar, de next best zou kunnen winnen. En dan hadden we het een tijdspan gegeven van zomer 2019 tot zomer 2020. Dus iedereen die daarvoor muziek maakte, valt al eraf. Oké. Okay. Iedereen daarvoor. En we zijn nu in het midden, dus dan gingen we het hebben over wat er nu is gebeurd. Oké, er werden namen genoemd. Er werd nog gezegd, bijvoorbeeld, een Delani valt er buiten. Maar dat is allemaal niet op Insta gezet. Alleen wat op Insta is gezet is, Yuki zegt, chicks zijn op niks. Oké, daar hadden we het erover. En dat ik, zeg maar, vrouwen die ik in de zomer in de gaten gehouden. Ja. En dan zijn ze nu, zeg maar, afgezwakt. En daar hebben ze geen liedjes meer gedropt. Terwijl ze waren op die deur aan het slaan. En met nog één pokken dat je die deur gebost, dan was je tenminste in die stroom. En dat hebben ze niet gedaan. En toen was ik van, nou man, die chicks zijn op niks. En dan zijn mensen van, toen had Steen dat gedeeld. Maar het was niet dat je, zeg maar, Dat je gelijk daarna zei, toch? Het kwam pas later dat je zei, dat stukje wat we net zagen. Ja, maar daarom hebben mensen context nodig. Want in een talkshow, iedereen die Convo kijkt, weet dat het langer dan een uur duurt. Het kan dat je iets bij de 33ste minuut zegt en op de 55ste minuut weer even over die 33ste minuut. Ja, maar weet je wat is? Zeg maar, jij zei ook tegen mij van, heb je die hele aflevering gekeken? Ja. Toen zei ik nog tegen je van, ik ga het kijken voordat ik met je ga praten. Ja. En ik vind, sowieso, want ik weet dat je ook echt wel heel positief bent over vrouwen. En ik weet dat je support. Ja. Maar die uitspraak, het ging ons allemaal om die ene uitspraak. Chicks zijn op niks. Die random, zeg maar, in één keer aan het einde kwam. Ja. Dat is waarom iedereen zo... Ja man, chicks zijn op niks. Ja. En zeg maar, dat is ook... Maar bedoel je dan van de streams die ze hebben gehaald? Nee, of... luister. Oké. Okay. Op niks zijn. De witte media heeft het raar overgenomen. Ik kom op Jeugdjournaal, ik zie gewoon Yuki zeggen, vrouwelijke rappers rappen minder. Ik dacht, what the fuck heb ik dat gezegd, man? Op niks zijn kan je meer zien als, kijk, bijvoorbeeld een vriend van je heeft drie talenten en gebruikt maar één van de drie. Ja. Dan kan je zeggen, hey, je hebt zoveel talent, maar je doet maar één ding. Ik ben op niks, man. Meer in de zin van, je bent lacking, je moet harder werken. Waar haal jij het, zeg maar, uit dat vrouwen lacking zijn? Want we hebben we hebben wel wat streams even gepakt. Kijk, we weten niet of jij het over die had. Ik heb al gezegd dat ik het niet over die heb, maar kom, ga kijken naar die streams. We hebben natuurlijk streams van allereerst Numidia, 21,6 miljoen streams. Pas werden natuurlijk, werd alles gepost. Ja. Loutje, 14 miljoen. Mm-hmm. Als we doorgaan naar Cerrito Lorena, bijna 12 miljoen. Dom gaan. Femke gaat nog dommer met bijna 50 miljoen. Hem gaan. En Delani, natuurlijk onze eigen Delani, 13,6 miljoen. Ik voel je, snap je? Dus jij bedoelt het niet over deze... Nee, ik heb het letterlijk over, zeg maar, de dames die ik dan in de gaten hield, die nog klein zijn, maar die door die ene gewoon in die stroming zouden kunnen komen. Okay. En zeg maar, Convo is zeg maar talkshow en talkshow heb je gesprekken. Daar heb ik eigenlijk ook gesprekken met mensen die kijken. Dus ik ging ook gewoon luisteren naar de dingen die mensen me gingen DM'en. Want ik kreeg gewoon DM's van alle vrouwen. Ja. En dan waren er, zeg maar, je zou het kunnen verdelen in drie dingen. Eentje was bijvoorbeeld van, ik heb dat heel ding gekeken wat je hebt gezegd en ik snap wat je zegt, maar je hebt het te grof gezegd. Dat was eentje. Okay. Een andere was van, vrouwen hebben het al moeilijk en je bent het aan het bagatelliseren door dit te zeggen. Ja. En een derde was van,
jij bent een man, het maakt niet uit of je gelijk hebt. Wie ben jij om het te zeggen? Okay. En zeg maar, wat ik heb gezien was een mix van die drie, dat het was. En toen was ik van, okay, ja, ik sta nog steeds achter mijn punt, maar misschien moet ik het gewoon anders zeggen. Want ik praat, zeg maar, ik moet begrijpen. Begrijp dat je dat, zeg maar... Kijk, die tweede, zeg maar, wat je zei van, als je dat soort dingen zegt, ja, over vrouwen en zo. Kijk, ik ben het daar ook mee eens, want... In elk interview krijgen vrouwen ook te horen van, ja, er zijn zo weinig vrouwen. Ja, en als jij dan op een convo, weet je toch, best wel een grote talkshow gaat zeggen van, chicks zijn op niks. Dan, weet je toch, als je constant iemand iets wijs gaat zitten maken, dan geloven mensen dat. Ja. En als je het zo makkelijk kan... Kijk, als ik nu zo had gezegd van, nee man, mannen zijn echt op niks. Ja. Dan krijg ik ook een, snap je? Nee, dat krijg ik een soort, niet. Ja, maar dan krijg ik, als ik zeg, oké, mannelijke artiesten zijn op niks, dan krijg ik ook een reactie. Ja, maar dat snap ik. Maar zeg maar... Voor mij is het nog aanpassen, want ik besef niet dat Convo een platform is waar mensen echt naar kijken van dit is het platform. Mm-hmm. Dus dan heb ik ook van mensen gehoord, van sommige dingen kan je niet straat zeggen. Je kan niet zeggen op niks, want sommige mensen snappen het niet. Bijvoorbeeld als iemand zou zeggen van ja man, die chick heeft die guy geslagen. Een witte media zou denken van hey, no man, ze heeft hem echt geslagen. Maar kan gewoon betekenen van jullie hebben seks gehad, snap je? Ja, okay. Dus ik moet eventjes, die shit goed Er waren fixen, man. Nog meer los van dat jij je hebt over uitgelaten. Waren er nog meer vrouwen in de scene die het niet helemaal eens waren met de uitspraak. Zo reageerden bijvoorbeeld ook S10 erop. Oké, okay, Convo Talkshow. Jullie zeggen... Meiden zijn op niks in deze scene. Als jullie weten wie 2020 gaat overnemen, komt het. Ik hoop dat er nog meer dames opstaan. Ja man, chicks zijn op niks, ik blijf het zeggen. Ik hoor je chicks zijn op niks en ik vind dat gewoon echt pijnlijk. Want we hebben op dit moment echt fucking veel harde chicks. En de reden dat het op dit moment nog steeds niet zo heel erg lekker gaat met de chicks... is omdat er gewoon te veel disrespect is voor chicks. Precies wat jullie doen in jullie talkshow. Jullie praten over dames als bitches... Sorry, maar op deze manier schiet het ook gewoon niet op. Misschien als grote platform, maar ook eens een keer de dames gewoon met een respectvolle manier gaan embracen. Zijn chicks meer op shit? Ja, ik zei net S10, maar Steen kan ook... Ze pakt je best wel hard aan in dit fragmentje. Maar vind je? Vind je... Ja, ik vind van wel. Ja, okay. Maar vind je terecht wat ze zegt? Tot op een bepaalde hoogte wel. Want als je zeg maar dat clipje dan checkt wat ik daar zeg en je gaat daarop in, dan ben ik van... Oké, je hebt gelijk. Net als hoeveel vrouwen ook ingingen op die statement, chicks zijn op niks. Veel vrouwen gingen gewoon daarop in. Ja, gewoon echt en, daarop ja, in, en ik, ja. Het was niet persoonlijk voor mij, want ik dacht, oké, jullie gaan daarop in, want jullie willen duidelijk maken van, hé mannen, dit is zo. En ik vond het ook gewoon tof om het zo te zien, maar dan een paar andere dingen van, jullie praten over vrouwen als bitches. Ik ja, ze refereerden op een gegeven moment naar... Een moment, zeg maar, ergens in de Convo Talkshow dat jij vervolgens... Aan Jack vraagt, heb je bitches? Heb je bitches, ja. Ja, dat is misschien hetzelfde als met dat chicks zijn op niks. Dat mensen niet helemaal kijk, begrijpen zeg maar, hoe ja, dat... Als je zegt, Jack, heb je veel vrouwen, krijg je veel aandacht van vrouwen. Is al anders dan dat je zegt, No, luister. Mensen moeten stoppen met deze nonsens. Bitches zijn niet vrouwen. Er zijn ook bitchnikkers, man. Hoe bedoel je bitches en vrouwen? Ik kan ook aan Latifa bijvoorbeeld vragen, heb je bitches? Kan ze ook bijvoorbeeld zeggen van, ja man, kill stuur me de hele tijd nonsens. Zulke dingen. Yeah. Je moet niet denken, bitches gaat per se over vrouwen, man. Okay. Sommige Walker zegt nog maar, last nigga was een bitchnikker. Gaat dat over een vrouw? Nee, gaat over een guy, wat hij is een bitch. Ja. Snap je? Okay, ja, maar je bedoelde wel vrouwen. Huh? Je bedoelde maar hij wel niet... vrouwen tegenover waar hij op valt. Het is een... ja. Ja. Ja, maar is het dan zeg maar, kijk, als je zegt van bitch, bedoel je dan niet gewoon chicks die zich als sletten gedragen? Die nee. Bedoel je, dat bedoel nee, je gewoon de sletten. Mannen de zijn ook sletten. Ja, tuurlijk. Daar heb je gelijk in. De bitches. Oké, maar met bitches bedoelde je wel gewoon vrouwen die achter hem aan wat? Je krijgt dit niet uit mij. Ik heb je door, Delaan. Ik heb je door. We gaan niet daar. Oké, los van dat S10 of Steen hierop reageerde, was ook Numidia. Die gekke, hè? Sydney. Kwam met een video. En we gaan overnemen. En gek ook. Onthoud mijn woorden. We gaan overnemen. En gek ook. Dus niet deze nauwies op ons gooien met... We zijn op niks. Dit slaat nergens op. Ja. Jullie hebben een kort stukje laten zien. Zeg je? Kijk, luister. Ze ging wel hem. Luister, de vrouwen die op de statement ingingen, bijvoorbeeld een loutje, zei van ik kom van niks, dus wie ben je om te zeggen ik ben op niks? Bij dat denk ik van oké, het gaat over de statement, bla bla. Numidia loopt te zeggen van jij bent gewoon bang dat vrouwen de scene overnemen. Ik ben niet eens een rapper, wat boeit het me wie de grootste is? Ja? Dat maakt niet uit. Ik zit bij een talkshow, als meer vrouwen komen, meer gesprekstof. Voor mij meer content, et cetera. Dat is alleen maar beter voor mij. En dan komt ze met de tweede van... Ja, maar jij zegt waarschijnlijk vrouwen zijn op niks... omdat je bij vrouwelijke artiesten vieze dingen probeert. Maar wij heb willen dat niet.
Nee, nog nooit. De laatste is de enige met wie ik in de studio ben geweest. En we hebben alleen gediscussieerd over de naam. Yeah, of hoe je het uitspreekt. Dus dat klopt niet helemaal. Nee, want het zou toch ook raar zijn als toen zij zeg maar de negatieve aandacht had. Het zou raar zijn als ik toen had gezegd van... Ja man, ze heeft die ene grote FT alleen gehad. Omdat ze waarschijnlijk vieze dingen heeft gedaan met die guy. Is iets lelijks om te zeggen, man. Zoiets zeg je niet zomaar. Dat hoort niet gemeen, bij... Gemeen. Ja, dat hoort niet bij een discussie. De, als je zegt van... Ja, maar je zegt vrouwen zijn op niks. Maar ik heb zoveel streams. Dat... Ga je daarop in, maar nu kom je gewoon leugens over me verzinnen. En dat stukje kwam daar ook bij NOS Jeugdjournaal. Dan denk ik van, kill, nu portretteer je me gewoon als zo. Je ziet hoe media werkt, hè? Ja, nee, ja, maar ze moet gewoon rustig doen. Ja. Ik denk dat jullie gewoon rustig even om de tafel moeten zitten. Theetje erbij, rustig nee, even kletsen. Maar ik heb ook vaak, man, ik heb ook vaak dat ik dingen op Insta plaats uit frustratie. Ja, later dan denk even, ook, en dan later denk bij jezelf, ja, shit, maar waarom denk ik dit geplaatst? Dus misschien is dit ook wel zo. Ik neem niet aan dat je dan over iemand iets zegt dat diegene kan schaden. Ik neem het aan dan. Misschien zeg je iets broeia, maar je zegt niet iets dat iemand kan schaden. En ik hoef niet meer aan tafel te zitten, want ik kende het in de eerste instantie niet. En zo erg boeit het me niet, maar ik wou wel dit gezegd hebben, want dit is niet een manier waarop je maar met mensen moet omgaan. Maar ze zegt ook op een gegeven moment van... Ja, van in 2020 gaan de vrouwen overnemen. Denk je... Ja, het is geen wedstrijd of zo. Ja, kijk. Nee, oké, maar denk je dat... Ik vind juist dat vrouwen de scene versterken. Sinds er heel veel vrouwelijke artiesten zijn, komen veel betere songs uit. Ja, ik doe zelf met mijn vrouw muziek maken. Dus en vrouwen duetten, versterken de scene gewoon. Ja, de duetten. Ja, maar het is geen wedstrijd vrouwen of mannen. Ja. Nee, toch? Maar we moeten gewoon samen muziek maken. Maar wat ik wel hoop is dat die energie die ze hadden om laatste flesje van hey, Yuki, ik hoop dat ze die energie vasthouden. Je kan ook zeggen dat hij, zeg maar, dat jij een soort van de vrouwen nu triggert als een soort van extra boost geeft aan hun om hun. Luister, dat wil ik ook niet opnemen voordat je hoort van hey, Yuki doet alsof hij de vrouw heeft. Dat ook niet. Je moet voorzichtig zijn met deze dingen. Maar ik zeg je eerlijk, ik hoop dat ze die energy gewoon vasthouden en er komt een vrouwelijke schrijverskamp. Ik hoop dat ze allemaal daar naartoe gaan tunes bossen. Misschien heeft Delani volgende zomer met Tabitha de nieuwe dom doen of zo. Ja, goed laten dat je Tabitha zegt. Die had ook natuurlijk gereageerd erop. Die zei, jammer guys, convo. Dus duidelijk nog veel om in te zien en te leren. Afzender niet een chick uit deze scene, maar een van de vrouwelijke artiesten in dit land die hard werkt voor haar succes. Volgens mij had ook nog een reactie van Loutje, die haalde je net aan. I came from nothing, you can't tell me shit. Ik zeg je eerlijk, ik hou van deze korte dingen. En ja, Lia vindt het prachtig te zien hoe wij vrouwen elkaar supporten en laten zien dat we er voor elkaar zijn. Ja, want dat vond ik dus ook toen, zeg maar, op een gegeven moment ging het mij niet helemaal meer om wat jij had gezegd, maar meer om... Hoe die vrouwen elkaar allemaal gingen posten. Ja. Ik vond dat echt mooi om te zien. En weet dus dat bedoel ik eigenlijk net van. Maar eigenlijk heb je misschien ook wel iets goeds. Maar nog steeds wil ik die op me nemen. Want als ik hierop ja zeg, komt er ineens op Insta van Yuki zeggen. Maar ik hoop dat ze dat volhouden. Want grote artiesten gingen kleine artiesten posten en zo. Dat is ook gewoon nice om te zien. Dus let's go, man. Ik wil nog een stukje erbij halen van Convo. Mm-hmm. Want jullie zeiden ook nog dit. Nee, maar ik zeg je eerlijk, ik denk dat de vrouwengame op zo'n punt is dat... Forceer die klik gewoon even, zodat jullie iets eruit halen, man. Bos is fucking cijfer, man. Ja, jullie kunnen elkaar omhoog helpen. Jullie zijn, zeg maar... Eigenlijk moeten jullie ze allemaal uitnodigen. Allemaal tegelijk hier en dan praten over misschien vrouwen. Misschien wel. Ja, heb jij dit ook gezien? Ja. Ja, toch? Kijk, ik zeg je eerlijk, ik snap dus wel wat je hier zegt. Mm-hmm. Okay. Maar waarom moet je zeggen... Vrouwen moeten het even forceren. Waarom kunnen wij niet gewoon chill zijn met elkaar? Waarom? Omdat, kijk, ik ga geen namen noemen, maar ik praat vaker met vrouwen. Dan krijg je die verhalen van, toen ik klein was, ging ze me joinen. Nu groter was, zie ik dat ze attitude naar me heeft. Daarom kwam dit mee. En soms zeg ik dingen daar aan tafel, omdat ik meer weet dan ik kan zeggen of wil zeggen. Ja. Waardoor het voor een ander is van, waarom zeg je dit? Dus ja, precies. Maar voor een ander, wij zien het, dan zien wij het zeg maar als... Oh ja, over vrouwen, want wij zijn vrouwen en wij kunnen allemaal niet met elkaar opschieten. En, snap je? Ja, ja. Nou, snap ik. Maar ja, ik hoop dat ze die klik fixen. Nou, we hebben het gefixt er. Ja, gaat iets aankomen. Dan de laatste hoofdvraag. Mm-hmm. Sta je nog steeds dan achter je opmerking van chicks zijn op niks? Als hoe ik het uit heb gelegd. Over de niche, kleine gedeelte, die waren nog steeds op niks. Of nog steeds. Maar, ik zeg je eerlijk, sinds dat op Insta was gezet, er waren twee artiesten dan die ik in de zomer in de gaten hield. En ineens zaten zeg maar zangfilmpjes gepost met, binnenkort iets, chicks zijn wel op iets. Dus nu, maar nee. Ja. Ze hebben laten zien van, let's go man. Duidelijk. Je bent de fatu man dat je dat zei, we gaan bewijzen. Ik wil alleen maar dat je het bewijst. Maakt me niet uit als alle vrouwen denken, fuck Yuki, zolang ze zeg maar... Ik denk sowieso niet dat ze jou persoonlijk aanvallen, maar gewoon... Nou, alsnog, ik vind dat je sowieso alles moet checken eerst. Zijn jullie nog boos op elkaar? Ik was nooit boos op de Lani. De Lani kwam...
in mijn DM, maar ze kwam gewoon met, hé, luister dan, het moest op deze manier behouden. Dan was ik van, ja, je hebt gelijk. Nice. Je hebt gelijk, snap je?